lieve Leeuw, welkom bij jullie bonusreading. We gaan eens even kijken wat er voor jullie voelbaar is in het collectief. Welke boodschappen er op tafel mogen komen. Kijk zo meteen wel of dat de video met je resoneert. Mocht dit totaal niet het geval zijn, laat het dan lekker los. En dan kun je altijd kijken naar je maanteken, venusteken of ascendant. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit zou kunnen berekenen. En wellicht zit in die video dan jouw boodschap. Resoneert de video deels, neem dan alleen het stukje wat voor jou van toepassing is en laat de rest lekker los. We gaan dus beginnen met 2 overall energiekaartjes. We hebben innerlijk weten en blij en gelukkig. Onderkant dek, zielsverwant. Maar dit voelt voor mij in meerdere aspecten wat mogelijk zou zijn. Het kan union met jezelf zijn, maar het kan ook zeker zijn dat er een soulmate richting jou aan het groeien is. Je hebt heel veel in je zitten. En op dit moment zit je op een punt dat jij veel pijnstukken al doorvoeld hebt. Of dat je daar mee bezig bent, dat je daardoor een bepaalde verlichting voelt. Een stukje opschoning in je systeem. Maar daar zit toch nog wel het een en ander waardoor jij nog niet helemaal op dat punt bent. Probeer dus niet vast te houden aan de situatie, omdat je dus dat hele fijne gevoel hebt. Want innerlijk weet je dat je verder mag gaan groeien. En dan mag je ook de ruimte voor in gaan nemen. Dus lieve Leeuw, we gaan eens even verder met de tarot. Nou, die vliegt gewoon van de tafel af. We hebben de 6 van staven. Dus er gaat wel een bepaalde succes situatie voor je komen. Koning van zwaarden. In de vrouwelijke energie. En de 4 van munten. Oké. Ja, dit is eigenlijk het gevoel wat ik net al zei. Je bent vooruit aan het gaan. Je bent een nieuwe stroming aan het pakken. Maar van de andere kant blijf jij daaraan vastklampen. Terwijl jouw situatie is om er verder aan te gaan werken en door te gaan pakken. Innerlijk weet je dit al. Maar je bent nu aan het genieten van het stukje succes wat je tot nu toe al hebt behaald. En van de andere kant ben je een beetje achterover aan het leunen van Oké, wauw, ik heb dit allemaal al bereikt. Ik voel me hier fijn. Ik ben hier hard mee aan de slag gegaan. Maar op dit moment stagneer je daarin. Je mag verder. We zien hier weer sleutelgaten. Hier ook. Dus het is belangrijk om achter die poort vandaan te komen. Om die wijde wereld in te gaan stappen. Je blijft vasthouden aan iets wat op dit moment voor jou fijn voelt. Omdat het een bepaalde bevestiging geeft. Maar van de andere kant is het ook belangrijk om je kansen weer te verbreden. We hebben de page van munten. 7 van bekers. Die opkop, oké. Er is een puntje van onzekerheid nog wat in jou speelt. Op emotioneel vlak bepaalde. Je bent van de ene kant wel heel erg blij en gelukkig. Maar ben je het van binnen ook helemaal? Ben je ook blij en gelukkig met jezelf? Heb je die verbinding met jezelf? Ben jij in contact met je hogere zelf? Ben je blij met je uiterlijk, met je innerlijk? Omarm je dit stuk? Er zijn wat nieuwe mogelijkheden. Je bent wel aan het groeien in dit geheel. En ik zie echt wel dat er een vooruitgang ligt. Maar de stapjes zijn minimaal die je op dit moment maakt. En dit komt ook omdat je het spannend vindt. En vanuit daar ben je wel begonnen. Maar op dit moment sta je gewoon heel eventjes op de plek. Omdat je gewoon op zoek bent naar tekenen van het universum. Terwijl het universum jou elke dag tekenen stuurt. Dat kan meerdere
ja, via meerdere wegen zijn. Dat kan via synchroniciteit, via getallen zijn, kan via liedjes zijn en je dromen. Misschien heb je wel veertjes die op je pad komen of vogels die je elke keer ziet. Vlinders die je misschien nu niet met het... misschien nu nog niet, maar dat het wel af en toe naar voren gaat komen. Een vlindertijd gaat natuurlijk ook nog wel verder het voorjaar in. Maar het voelt voor mij dat jij je eigen vasthoudt aan iets waar jij wel al sterker in bent, maar jezelf het nog niet helemaal inziet. En zolang jij dit nog niet inziet, kun je die vooruitgang ook niet gaan krijgen. En dat is het stukje, je houdt nu vast aan iets, waardoor jij dus die emotionele balans in jezelf juist stagneert. En dat is jammer, want je hebt heel veel tools in handen waar je er wel in voort kunt gaan zetten. Maar daarvoor is het belangrijk er wel moeite voor te moeten gaan doen. Want het universum communiceert echt wel met jou. Het universum wil op meerdere mogelijke manieren met jou gaan communiceren. Maar daarvoor is het dus belangrijk wel inzichten te krijgen dat jij dus hier over die poort heen kunt stappen. Voel je verlicht, dan zul je er overheen gaan vliegen. Dan zul jij een nieuwe stroming en werking kunnen gaan zetten. We hebben hier, het is wel mooi hè, want we hebben hier ballonnen die gaan natuurlijk opstijgen. We hebben hier deze paraplu's die op aan het stijgen zijn. Dus je zit echt in de frequentiestijging. Maar je hebt daar zelf nog niet helemaal het zicht op. We krijgen weer, daar hadden we net ook bij de ram, aas van munten. Dat gaat echt op vele facetten in het collectief worden nieuwe kansen en mogelijkheden aangeboden. Om weer iets stabiels voor jezelf te neer te zetten. Om de aandacht daaraan te geven. Dat het mag gaan groeien en bloeien. En dan hoef jij dus ook... Ja, op een gegeven moment, als jij dus uit deze positie gaat stappen, dat je dus vastzit in die positie, dan zal die emotionele stroming kunnen veranderen voor jou. En dan zul je er echt veel succes bij hebben, want je hebt nog niet helemaal het inzicht van, je wil ergens voor gaan. Je hebt de tools in handen, je hebt de vooruitgang en toch bam, blokkeer je weer. En dat is heel erg jammer, want je hebt een heel mooi perspectief om naartoe te mogen werken. Want er komen heel veel aspecten naar jou toe. En ik denk dat jij dan pas in gaat zien als je dus niet meer zo bezig bent met het stukje vasthouden. Dat je dan die stroming heel erg kunt versnellen. Weer de twee van zwaarden. Het is echt een collectief stuk waar iedereen in zit. Knopen door gaan hakken, uit een bepaalde vaste cyclus komen, echt vanuit het hoogst haalbare gelukkig willen zijn en niet van alleen het stukje wat je nu hebt mogen proeven, want er komt nog veel meer geluk aan voor jou. Maar daarvoor is het belangrijk bepaalde knopen door te hakken, keuzes te maken, van richting te veranderen, los te breken uit de situatie en dan vooral de situatie wat hier ligt. Innerlijk weet je dat je voort mag gaan zetten. Dat je door mag gaan pakken. Dat je nieuwe stabiliteit neer mag gaan zetten voor je. En deze stabiliteit gaat er zeker wel komen. We hebben heel veel pentakels hier op tafel liggen. Ook wel stavenenergie, vuurenergie. Je eigen energie natuurlijk. Maar ik merk wel dat er best wel veel verschuiving aan het plaatsvinden is in het collectief. We hebben natuurlijk ook echt wel met de jaarprognoses gezien dat er heel veel sterrenbeelden nog de eerste kwartaal nodig hebben om door een pijnstuk heen te gaan, door vastzittende patronen te doorbreken. En dat we dus in het tweede kwartaal vooruitgang kunnen gaan zien. En die zie ik hier ook zeker wel op tafel liggen. Dus er zit echt wel een mooie verschuiving voor jullie in het perspectief. Maar belangrijk is dus wel in te zien dat je dus niet vast hoeft te zitten. Dat je eruit kunt stappen. En dat je de mogelijkheden ook hebt om eruit te kunnen stappen. Dus pak het stukje aan wat voor jou goed voelt. Doe ermee als jij denkt van dit is mijn legging. Grijp die mogelijkheid aan. Ga mee op die stroming. En dan kun jij echt vanuit je intuïtieve ontwikkeling veel meer geluk naar je toe halen als wat je op dit moment ervaart.
Dus lieve Leo, mocht dit jouw video zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Mocht dit niet jouw video zijn, kijk dan bij je maanteken, venusteken of ascendant. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!